Vandaag werd het 18 tot 22 graden in ons land. Komend weekend wordt het warmer. Zomers warme lucht komt onze kant op. En dat heeft allemaal te maken met een wind vanuit het zuiden tot oosten. Rondom een lage drukgebied boven het zuiden van Engeland en het westen van Frankrijk. En een lage drukgebied in de omgeving betekent meestal onstabiele lucht. Dus van het weekend kunnen ook een paar buien gaan ontstaan. Morgen komen met name in het zuidwesten van het land in de ochtend al een paar buien voor. Elders begint de dag droog met nu en dan zonneschijn. De temperatuur stijgt in de middag naar zo'n 21, 22 graden in de westelijke delen van het land. Tot zo'n 23 tot 25 graden verder landinwaarts. En vooral in de middag kunnen een paar pittige buien ontstaan met kans op onweer. Op zondag wordt het nog iets warmer, zo'n 24 tot 28 graden. Daarbij is het een groot deel van de dag droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. In de loop van de dag kunnen met name in de noordelijke delen van het land een paar buien ontstaan. Maar meer buien verwacht ik met name in de avond. Na het weekend blijft het onstabiel zomerweer. Maandag is het nog warm met zo'n 28 graden. Maar dinsdag en de dagen daarna gaat de temperatuur weer omlaag naar zo'n 20 tot 23 graden. Maar van het weekend is het vrij warm en onstabiel zomerweer. Ik wens u een fijne avond.